Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Budget Home Store XXL. Welkom bij het RN7 jaaroverzicht van 2020. Een jaar waarvan we eigenlijk nu al kunnen zeggen dat we het nooit zullen vergeten. Ziekenhuizen vol, werken vanuit huis, allemaal in lockdown. Maar er is meer gebeurd in 2020. Zo was dit jaar, hoe dubbelzinnig het nu misschien ook klinkt, ook het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. En het jaar waarin Wiege en Drute samen zouden gaan tot één gemeente. Of toch niet? Zal ik alvast even een flesje openen? Nou, dat lijkt me een goed idee. Nou... Dat is toch een van de dingen die we thuis ook nog kunnen doen. Ja, gelukkig wel, hè? Ja. Gelukkig zit hij er goed op. Ja. Hé, ik schenk er vast mee in. Als u. Ja, lekker, dankjewel. En gelukkig dat we dit nog wel kunnen blijven doen, hè? Zo, proosten, als dat kan. Hé, hey, proost. Proost. Ja, want in dit jaaroverzicht kijken we naar wat er wel kon. En we spreken ook mensen voor wie 2020 op wat voor manier dan ook een bijzonder jaar was. Maar we beginnen zoals ook dit jaar begonnen is, gewoon in januari. In Beuningen werd dit jaar een tweede kipsterboerderij geopend. Hier worden legkippen op een diervriendelijke manier gehouden. Eigenaar Ruud Sanders is trots op zijn tweede vestiging die door minister Carola Schouten van Landbouw werd geopend. Nou, wat wij gedaan hebben is dat we vooral kijken naar eerst naar de rol van dieren in het voedselsysteem. Dus hoe zou je met dieren om moeten gaan? Wat we eigenlijk massaal doen is dat je 1 kilogram graan hebt waar je bij wijze van spreken 10 mensen mee kunt voeden. Wij geven er in de Rijke Westen aan een vaak en een kip. En dan kun je in principe via een inefficiënte weg nog 2 tot 4 mensen voeden. En dan zeggen we hebben een heel efficiënt voedselsysteem. Linda Janssen-Verriet is voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouders. Ze komt uit Erlecom en ze heeft de Vrouw in de Media Award voor Gelderland ontvangen. Volgens 90% van de stemmers heeft Janssen-Verriet zich in 2019 het best geprofileerd in de media. De prijs is een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Boegwald en die werd tijdens het RN7 radioprogramma Bureau Bart uitgereikt. Fantastisch, maar het maakt me ook een beetje sprakeloos, want ik doe dit zo vanuit mijn hart en ik ben zo niet bezig met het belang van optredens in de media. Dat hoort gewoon bij de rol die ik heb, ja. Maar het doet me wel heel goed om zoveel waardering te krijgen. Ja. Carnaval leek dit jaar behoorlijk in de soep te lopen door stormachtig weer. Maar roze maandag was het weer ouderwets druk in Beek. Ondanks de regen waren duizenden carnavalsvierders en toeschouwers gekomen naar Heksenketel, zoals Beek tijdens carnaval heet. Meer dan 50 wagens en groepen trokken in een bonte stoet aan de toeschouwers voorbij. De proef met de naar binnen gedraaide luidsprekers slaagde voor een deel, omdat niet alle groepen en wagens op de hoogte waren. Nadat maandag de eerste optochten alweer doorgingen, hadden ook de carnavalsvierders in Ewijk dinsdag geluk. Ook daar ging de optocht door. En daar liep het hele dorp voor uit. Een jaar om te herdenken. Dat is 2020 ook. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat we in Nederland bevrijd werden van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog. Een herdenkingsmarathon die al in 2019 begon met onder andere D-Day en de start van operatie Market Garden. En die in 2020 verder ons land introk, net zoals de geallieerden dat 75 jaar eerder deden. Natuurlijk werd daar in onze regio ook veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en met een officiële herdenking. We zijn hier bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, waar ik heb afgesproken met Piet Timmermans. Dat is de voorzitter van het 4 en 5 mei comité. En met Wiel Lenders, en dat is de directeur van dit Vrijheidsmuseum. En ik ga nu naar binnen om met ze te praten. Goedendag, meneer Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum hier in Groesbeek. We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Toen kwam corona de wereld in. Hoe is dat voor u als museumdirecteur geweest om te schakelen? Ja, u moet zich voorstellen dat wij er natuurlijk echt klaar voor waren dit jaar. Hè? Want in september 2019 was het nieuwe museum geopend. We stonden aan de vooravond van 75 jaar vrijheid om dat te herdenken en te vieren. En het hele bouwhuis stortte in elkaar.
medio maart 2020. Het museum ging 3 maanden dicht. En alles wat we ons hadden voorgenomen, dat verdween als sneeuw voor de zon. En hier komen we weer overheen en wij kijken weer naar 2021. Daar gloren nog geen bezoekersgroepen, nog geen tour operators, geen schoolklassen. Het zijn alleen maar individuele bezoekers. Maar ik weet zeker dat als het vaccin goed verspreid is en we komen er weer boven Jan, dat het museum weer vol zal lopen. Hoe is dat voor u geweest om dan toch te moeten omschakelen op het laatste moment eigenlijk? Ja, nou ja, weet je, dat vrijheidsbegrip is natuurlijk cruciaal. Dat staat centraal hier in het museum. En we hadden natuurlijk eigenlijk in Europa al 75 jaar een traditie dat elk land zijn eigen geschiedenis vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Het eigen lijden, de eigen heroïek. En zelden dat er een land over de grens keek. De Britten, de Fransen, de Belgen, de Nederlanders, de Duitsers. Zelden dat we elkaars geschiedenis kenden. Daar hebben we hier werk van gemaakt. En we werkten al jarenlang samen met Duitse collega's, Amerikaanse collega's, Britten. Maar dat hebben we hier nog eens extra gedaan. Dus dat is ongelooflijk belangrijk dat je over die grens kijkt. We zullen natuurlijk een stukje door het museum lopen. Kunt u vast vertellen wat u daar mij gaat vertellen? Wat we daar tegen gaan? Ja, het is natuurlijk een grote snoepwinkel. Dus als ik jou daar doorheen leid, dan denk ik dat we nog wel een paar uur bezig zijn. Dus misschien is het goed om een paar momenten eruit te pikken waarvan wij zeggen, ja, dit voegt veel toe in het verhaal. Dit is nieuw. Ja, want daarvoor zijn we natuurlijk ook op aarde om de verborgen geschiedenis te laten zien. Niet datgene wat iedereen al kent. Laten we ook zien. Maar vooral die nieuwe dingen. Nou, dit is zo'n onderwerp. Hier gaat het over vrouwenarbeid in de oorlogsindustrie. Dat gebeurde deels gedwongen, hè, in de fascistische staten. En in de westerse landen gebeurde dat op vrijwillige basis. En Rosie the Riveter was het symbool van de vrouwenarbeid in de oorlogsindustrie. Er werd dus een enorme propaganda gemaakt en reclame. Kom, help ons, want we moeten die oorlog winnen. Ja, wat je hier ziet is een museale karakterpop van een zwarte soldaat. Strookt eigenlijk niet zozeer met het beeld, hè, wat wij hebben van de Tweede Wereldoorlog. Meestal zijn het blanke soldaten. Toch was 10% van het Amerikaanse leger zwart. Goedendag, meneer Timmermans, voorzitter van het 4 en 5 mei-comité. Hoe kijkt u over het algemeen terug op afgelopen jaar? Nou, ik ben eigenlijk ontzettend positief. Waarom? Wij zijn een comité van, nou, we hebben 12 leden. En de jongste is midden 20 en de oudste is midden 80. Dus dat spant 60 jaren, zeg maar. Dus de oudste lid die heeft de Jodenvervolging in Polen meegemaakt. En de jongste is geboren in 1995. Nou. En in 1919 en 1920 was het ook bijzonder om vanwege het 75-jarige bevrijding. Dat er in de particuliere sfeer veel bereidheid was om aanvullend geld ter beschikking te stellen. Om de activiteiten zoals wij ze dan konden organiseren, om daar iets extra's in te betekenen. Ondanks dat het publiek niet bereikt is en activiteiten niet uitgevoerd zijn, over de bereidheid die we overal gevonden hebben om bevrijding en herdenking vorm te geven in Nijmegen. En als er niks tussen was gekomen, hadden we minimaal 15.000 mensen in live betrokken bij enige vorm van herdenking of bevrijding. Hoe stond het allemaal gepland in eerste instantie? We hadden in 2020 hadden we een hele reeks activiteiten gepland. Terwijl we in 2019 vooral de Nijmeegse focus hadden, was in 2020 de focus erop om jonge mensen te bereiken met onze activiteiten of mensen die lesgeven aan jonge mensen. En op 10 maart hadden we nog gebeld met GGD of dat nog haalbaar was, want we hadden 130 aanmeldingen al, heel royaal, kon net hier. Maar op 2 dagen later, toen was al duidelijk dat er gewoon een hele sterke lockdown zou komen voor heel Nederland. Toen hebben we het in de loop van de dag afgeblazen en zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. We zitten inmiddels zo rond het tweede kwartaal van 2020. De coronacrisis heeft nu echt vat op ons dagelijks leven. Veel activiteiten liggen stil, maar sommige organisaties zijn niet voor één gat te vangen en bedenken een alternatief om toch iets te kunnen doen. Zoals de City Game in Nijmegen. En die veranderingen geven ook ruimte voor nieuwe dingen.
het opruimen van je huis bijvoorbeeld, of eindelijk tijd om zelf die verbouwing te doen. En dit leidt tot drukte in de milieustraat. Eind verderop hebben we bijvoorbeeld een bord staan met gemiddelde wachttijd van 1 uur. Dus vandaar dat veel mensen ook voor openingstijd al hier in de rij gaan staan om op tijd binnen te kunnen zijn. En sommige mensen hebben de zolder opgeruimd en hebben heel veel spullen die ze graag kwijt willen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld de papierinzameling gemist hebben en die willen toch nog even 2 doosjes komen brengen. Het was deze zomer een grote teleurstelling. Geen vierdaagse en geen vierdaagse feesten. Omdat we zo'n belangrijke week in Nijmegen niet zomaar voorbij kunnen laten gaan, ontwikkelde de Vierdaagse City Game, samen met partners van de Vierdaagse Feesten, een bijzondere app. De app werkt eigenlijk zo dat je door middel van punten verschillende cityquests, oftewel raadsels, oplost, verspreid over de stad. Aan het eind van elke dag worden de mensen met de hoogste punten beloond met een leuke prijs. En aan het eind van de week geldt dit ook. Bij prijzen kun je denken aan hotelovernachtingen, of een bierpakket, of een workshop met bijvoorbeeld een vriendengroep. De Nijmeegse wethouder Harriet Tiemens heeft deze zomer een e-hub geopend op een van de Nijmeegse locaties bij winkelcentrum Hatert. Een e-hub is een verzamelplek waar verschillende elektrische vervoersmiddelen staan. Er zijn nu 10 van dat soort punten in de stad. Het gaat nog om een proef die tot einde 2021 duurt. Op dit moment staan er in Nijmegen elektrische fietsen en een elektrische auto. Op een later moment komt daar nog een elektrische bakfiets bij. Het is een Europees project waar Nijmegen en Arnhem samen aan meedoen. De 2 gemeenten willen dat iedereen elektrisch vervoer kan gebruiken voor bijvoorbeeld een boodschap, de rit naar het werk of om de kinderen naar school te brengen. Als het voor iemand een bijzonder jaar is geweest, dan is het wel voor de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. In maart werd hij in 1 keer zo ongeveer de bekendste burgemeester van Nederland door zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad. In 1 klap was de burgemeester wekelijks, soms zelfs dagelijks te zien in de landelijke media. Gaf hij toelichting op besluiten en verdedigde hij zijn standpunten. Daarnaast was hij natuurlijk ook nog voorzitter van onze veiligheidsregio en burgemeester van Nijmegen. Wat was 2020 voor jaar voor burgemeester Bruls? Michiel van Heijst ging met hem in gesprek. In het voorjaar kregen we er met z'n allen mee te maken. Het was lastig, het was ook dramatisch voor sommige mensen. Dus er werden mensen heel ziek, er overleden mensen. We konden elkaar niet fysiek troosten. Dat kwam er ook nog bij. Ja. Hoe vindt u dat mensen daarmee zijn omgegaan? Ja, toch wel goed. Maar ik zeg het wel met enige aarzeling. Ik bedoel, mensen hebben zich echt wel merendeel goed aangepast aan wat niet kan. Maar het doet natuurlijk toch wel wat met ons. Hè. We zijn er aan gewend. Hè. Geen hand geven, elkaar niet kunnen omhelzen. Niet te dicht bij elkaar komen, met andere woorden. Ja. Maar het doet natuurlijk toch wel wat. En ik denk dat er ook wel heel veel mensen toch wel last van hebben. Die zijn er bijvoorbeeld depressiever van geworden. Of worden er chagrijnig van, wat geïrriteerd. Hè. Ja. En dat merk je vaak niet direct. Hè. De mensen zeggen niet direct van, oh, ik mis het zo. Maar ze gaan zich dan wat geïrriteerd of chagrijnig gedragen. Korte lontjes. Ja, en waar ik vooral heel bevreesd van de mensen die het niet uiten, maar die in stilte lijden, hè, die thuis zijn of op een werkplek in zoverre ze werk hebben natuurlijk, zich wat terugtrekken. Dit kan met andere woorden niet jaren gaan duren, dat houden we gewoon niet vol. In juni, juli was het wat rustiger, we gingen met de cijfers wat de goede kant op. Achteraf gezien, hebben we toen kansen gemist? Ik denk wel dat als je terugkijkt, maar dat is altijd wel met terug. Kijken dat we in juni wat meer hadden moeten houden aan bepaalde beperkende maatregelen. Bijvoorbeeld, iedereen ging op vakantie, ook naar het buitenland. Ja. Nou, dat hebben we ook gemerkt. Toen mensen terugkwamen in augustus, begon het aantal besmettingen ook op te lopen. Lang voordat de winter begon. Hè. Ik ga even terug. Mijn beeld was toen van, op zich begrijpelijk, dat we de teugels wat laten vieren. Want het aantal besmettingen, ook de ziekenhuisopnames, liepen enorm terug. Ik bedoel, je moet wel reëel zijn. Hè. De samenleving beperkingen opleggen moet wel een verhouding staan dat het probleem is. Maar we hadden wat voorzichtig moeten zijn met allerlei groepsactiviteiten toestaan, dat vakantie gaan. We hadden wat, denk ik, strenger moeten kunnen optreden rondom bijvoorbeeld quarantaineverplichtingen. Want dat zie je nu ook. Hè. Het aantal mensen wat zich niet houdt aan quarantaineverplichtingen, dat bedraagt 10%. Dat is echt een grote groep. En dan hadden we de aanloop naar de winter wat geleidelijker gehad. En wat betreft uw eigen rol, heeft u terugkijkend dingen gezegd, gedaan, waarbij u achteraf zegt, nou, met de kennis van nu had ik dat anders moeten doen? Ja, is lastig. Kijk, ik denk bijvoorbeeld nog vrij recent terug, een maand geleden, zei ik van, er moeten meer jeugdactiviteiten mogelijk kunnen zijn rondom kerst en oud opnieuw. Ja, aan de week erop begonnen die cijfers te stijgen. Ja, toen dacht ik ook, ja, oké, dat gaat hem dus niet worden, maar
Aan de andere kant, op het moment dat ik het uitdroeg en niet namens mezelf, omdat veel collega's er zo over dachten, hadden we echt wel het beeld van, het aantal besmettingen is er, maar het gaat wel dalen en de druk op het zorgstelsel zal niet zo doorlopen. Dus we kunnen, als we dat verstandig doen, best wel wat mooie jeugdactiviteiten doen. Nou ja, dat blijft dus nu niet zo te zijn. Althans, die activiteiten zullen heel beperkt zijn. Nu duurt het al bijna een jaar dat u dus er eigenlijk veel taken bij heeft gekregen. Is het te combineren met het burgemeesterschap van Nijmegen? Nou, eigenlijk niet. Het kan eigenlijk alleen maar omdat er een heleboel zaken wegvallen. Ik bedoel, er zijn geen publieke bijeenkomsten meer. Ik kan niet meer mensen gaan feliciteren als ze bijvoorbeeld 65 jaar getrouwd zijn. Dat doe ik nu telefonisch. En vroeger ging je dan altijd een uurtje op bezoek bij mensen. En daardoor ontstaat er ruimte in de agenda. Want anders zou dat niet te combineren zijn. Dan zou je dat echt met meer mensen tegelijk moeten doen, op een andere manier moeten oplossen. En dan nog is het natuurlijk voortdurend schipperen. Ja. Nu werd dit jaar natuurlijk overschaduwd door dat virus. Maar er zijn vast ook leuke dingen gebeurd. Heeft u dingen uit 2020 waarvan u zegt wat mooi, wat positief, wat bemoedigend? Nou, ik heb in ieder geval een heleboel mensen gezien, een ruime merendeel, die ondanks dat ze persoonlijk ook stevig geraakt zijn, dat kan zijn door ziekte of het overlijden van een naaste vanwege corona, maar ook doordat ze actief zijn in de zorg, in de veiligheidssector en hartstikke druk hebben gehad. Maar ik heb heel veel mensen gezien die toch de kop op hebben gehouden en hulp hebben geboden. Ja. En dat ook proberen uit te stralen. Nou, bij ons thuis persoonlijk was mooi dat mijn jongste dochter heeft eindexamen gedaan. Was ook lastig, zoals veel eindexamenkandidaten. Hè, al ver van tevoren geen lessen meer en toch goed gedaan. En dan ben je ook blij dat je jezelf en je naasten, dat die gezond zijn. En eerlijk gezegd hou ik aan dit jaar ook wel over dat het ook wel eens goed is dat we soms, nu weliswaar gedwongen, tot rust komen. Ik denk dat we ook dingen kunnen leren uit dit jaar. Hoe we verder werken, hoe we ons persoonlijk leven inrichten, hoe we met elkaar omgaan. Dat we ook geleerd hebben hoe belangrijk het is om persoonlijk contact te hebben. Ja. Net iets vaker je moeder bijvoorbeeld bellen. Dat zijn wel van die dingen die ik wel meeneem. Voor sommigen van ons leek het af en toe een tunnel waar geen licht aan was. Maar zoals bij elke tunnel komt er licht aan het einde. En anders kruip je maar even terug en ga je de andere kant naar buiten. Licht is er altijd, bij welke tunnel dan ook. En die gaat ook komen. Ik wens ook iedereen, zeker diegenen die hele zware slagen hebben te verduren gehad, heel veel goeds in het nieuwe jaar. En hopelijk kunnen we elkaar nog weer zien en weer eens de hand drukken. We gaan richting de zomer van 2020. We zien langzaamaan wat verbeteringen in de coronacijfers, maar terug naar normaal zijn we nog lang niet. Toch zie je nu ook weer dat mensen heel creatief worden van de maatregelen en bekijken wat er wel kan. Dat zie je bijvoorbeeld bij de eindmusicals van de verschillende basisscholen in de regio. En er is dit jaar ook gewoon nog genoeg te vieren. De gemeente Beuningen mag 40 kaartjes uitblazen. De gemeente Beuningen, zoals die er nu uitziet, bestond deze zomer 40 jaar. Op 1 juli 1980 fuseerden de gemeente Ewijk en de gemeente Beuningen. Ondanks de coronacrisis staat de gemeente toch stil bij deze verjaardag. Zo werd er een kleurplatenwedstrijd uitgeschreven voor de jongste inwoners en werd in de raadzaal bekendgemaakt wie de mooiste kleurplaat maakte. Daarnaast hield burgemeester Daphne Bergman een toespraak, was er een overhandiging van een speciale uitgave van De Cirkel in het teken van het 40-jarig bestaan van de gemeente en werd er een foto-expositie geopend. In deze periode nemen de groepen 8 afscheid van hun basisschoolperiode. De meeste scholen sluiten die periode af met een kamp en een eindmusical, maar in verband met corona zijn deze activiteiten veel beperkter. Zo hebben de meeste scholen ervoor gekozen om de eindmusical zonder ouders op te voeren. Bij een groot aantal scholen kunnen de ouders wel via een livestream thuis meekijken. Op de Prins Klaus School in de Wezenhof hebben ze ervoor gekozen om de ouders wel uit te nodigen. Wij hebben 2 groepen 8 en elke groep gaat het 2 keer doen. En we gaan ervoor zorgen dat er maximaal 30 stoelen staan. Waar tussen de stoelen dus minimaal 1,5 meter afstand is. We zullen ook looproutes hebben waar hoe die ouders lopen. En daarmee denken wij dat we het op een veilige manier doen. Repeteren met je zangkoor, maar dan helemaal coronaproof. Dat blijkt moeilijker gezegd dan gedaan. Dit zangkoor in Wijchen leek de ideale oplossing te hebben. Op de tribune van Sportclub Woezik werd gerepeteerd op 1,5 meter van elkaar en in de buitenlucht. I love the deep end, watch as I dive in.
Als je één ding moet noemen dat in onze regio onlosmakelijk verbonden is met de zomer, dan is het de Vierdaagse. Voor velen betekent dat 4 dagen lopen door onze regio en voor anderen betekent het een week lang feest. Dat de Vierdaagse met meer dan 40.000 wandelaars uit vele landen dit jaar niet door zou kunnen gaan, zagen we misschien al van mijlenver aankomen. Toch is het afblazen van een enorm event als dit en het vinden van een waardige vervanger makkelijker gezegd dan gedaan. Ira gaat in gesprek met marsleider Henny Sakkers. Ook zo'n persoon voor wie het jaar 2020 om een speciale reden heel anders liep dan gedacht. Ik sta hier op de wedren in Nijmegen, waar jaarlijks de Nijmeegse Vierdaagse van start gaat. Dit jaar was het alleen anders, want er was dat coronavirus, waardoor dit allemaal hier leeg bleef. Ik ga vandaag praten met marsleider Henny Sakkers en ik ga met hem terugblikken op het afgelopen jaar. Zoals de organisatoren van alle grote evenementen is er heel lang gezocht naar mogelijkheden om toch een vorm van een evenement, en in dit geval een vorm van de Vierdaagse, te laten doorgaan. Totdat eigenlijk het moment kwam dat de minister-president tijdens een van die persconferenties heel nadrukkelijk ook de Vierdaagse en de Zwarte Cross hier in Gelderland noemde als evenementen die niet door konden gaan. Ja, dat was eigenlijk het definitieve moment dat we wisten, nu is het doek gevallen. We hebben wel nagedacht over verplaatsing, over minder mensen toelaten, over aanpassingen van routes, het voorkomen van punten waar heel veel mensen bij elkaar zouden kunnen komen. Maar eigenlijk werd die kans steeds kleiner, totdat we eigenlijk tot het moment van de beslissing kwamen en zeiden we moeten ons nu gaan concentreren op de afgelasting, die zoals iedereen weet ook nog heel wat voeten in de aarde gehad heeft. Dus eigenlijk zijn we al in maart gaan nadenken over mogelijke consequenties. Op dat moment nog rekening houdend met de mogelijkheid dat er een kans was dat we de Vierdaagse zouden kunnen organiseren. Een kans die overigens iedere week steeds kleiner begon te worden. Terugkijkend is het iets unieks geweest. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat behoudens dan in de oorlog dat de Vierdaagse niet door kon gaan. Daar hadden we geen draaiboeken voor. Daar hebben we eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit rekening mee gehouden. We keken altijd wel naar de weersomstandigheden in juli. Dat was altijd wel een punt waar we heel goed naar keken of dat consequenties kon hebben. Maar dat wat ons het afgelopen jaar is overkomen en het uiteindelijk ertoe leidde dat er geen Vierdaagse en geen Vierdaagse feesten in Nijmegen zouden zijn, ja, dat is volstrekt uniek. Ik heb iedereen vorig jaar beloofd dat we er alles aan zouden doen om te kijken of er in 2021 weer een Vierdaagse mogelijk zou zijn. En ja, daar zijn we eigenlijk al vanaf begin september hard aan het werk om te kijken, gegeven de maatregelen van de overheid, gegeven ook de ontwikkelingen en de onzekerheden, om te kijken of er in 2021 alsnog de 104e Vierdaagse kan worden gehouden. Goeie ideeën, hè? Ja, hele goede ideeën. Maar uiteindelijk gaat het dit jaar natuurlijk ook vooral om de verdrietige verhalen. En die verhalen die kwamen ook aan bod in de coronabeschouwing. Neem mij mee terug in de tijd. Hoe gingen de zaken met het restaurant voordat corona in Nederland kwam? Het ging. Ik kan niet zeggen heel, heel erg geweldig. Want de terugloop van de winkel en het publiek, die haakte bij ons ook wel in. Of hoe is het gegaan eigenlijk überhaupt, dat het restaurant dicht moet? Ik was een paar dagen weg geweest, buitenland, en toen hoorde ik van mijn dochter dat het op de zaak heel rustig was. En dat ik hoorde ook op televisie en overal dat de corona is wat serieuzer als wat ik dacht. En toen kwam ik terug en zondagmiddag om 5:30 zei mijn zoon: mam, we moeten dicht om 6:00. Ja, weet je, dan denk je, hoe dan? Dat kan niet. Je denkt echt dat het een slecht grap is. Ja. Hier zijn we nu dan bij het restaurant aangekomen. Hoe is het nu om hier voor te staan? Ja, het is heel, heel vreemd. Jullie zijn ook wel een begrip voor de stad, hè? Nou ja, zo had ik wel inderdaad begrepen, ja. Ja, ja. Ja. Want elke keer als iedereen die hier vandaan komt, vanuit de trein, iedere toerist in principe, die liep tegen het restaurant aan. Ik ben er zelf ook een paar keer geweest. En jullie zijn wel echt een begrip. Zien jullie dat zelf ook zo, dat eigenlijk wel een begrip nu weg is? Achteraf wel. Het verbaasde me wel al het interesse nadat dat de zaak is failliet gegaan. Hoe was het voor het personeel dat ze niet meer konden werken?
om het te horen in ieder geval? Nou, we hadden een hele hechte team. Dus iedereen was wel van slag eigenlijk. Heel erg. Oké, ja. Dat waren ook wel de reacties. Dus, ja, ze hebben wel verwacht dat het gaat waarschijnlijk gebeuren, hè, want dat was aangekondigd. Maar toen het echt gebeurde, ja, dan zag je dat. Iedereen heel erg moeite had. Ja. In het programma hebben we het tot nu toe gehad over horeca, evenementen en startende ondernemers. Maar dit hele virus is natuurlijk het ergst voor de patiënten die ermee besmet raken. Patiënten die er soms met de schrik vanaf komen en soms keihard moeten vechten om te overleven. Zo bracht ik een bezoek aan Matt en Miranda. Zij lag maandenlang op de intensive care te vechten voor haar leven en hij kon alleen maar toekijken en hopen op het beste. Nou, mevrouw werd begin maart ziek. Het was ongeveer 6 maart, vrijdag. Het waren lichte verschijnselen, voornamelijk hoofdpijn en moe. We moesten s'avonds naar een verjaardag, maar dat ging op zich ging dan nog wel. Een dag afgewacht, woensdag 11 maart. En 12 maart, ik heb weer gebeld. Ik zei, het gaat echt niet goed, koorts loopt op. En ik heb 11 uur weer gebeld. Het ging niet goed. Nummers staan er nog in. Ja, ze bleven bij hun standpunt. Ja, het is een buikgriepvirus. Doe het zelf, paracetamol. En zoek het maar uit. Daar kwam het eigenlijk op neer. En 12 of 13 maart, vrijdag de 13e, stond ik op, 5 uur. Getemperatuurd, 38,5. Ik zei, en nog een zetpil gegeven. En om 6:30 riep ik op, haar op. Ik zei, kom naar onder, want ik moet 7 uur gaan werken. En nou, toen zag ik dus in elkaar. Tik, 1-2 gebouwd. Toen ze hier in elkaar zakte, had ze een saturatie van onder de 50. Nou, dat was niet meer levensvatbaar eigenlijk. Dus ze kwam op de spoedeisende hulp terecht. En dan werd ze volledig beademd, maximaal wat kon. En op de IC werd ze de infuuslijn ingebracht. En er kwam een hartchirurg, die moest dat doen. Want de anderen kregen dat niet klaar. En toen zei mevrouw, ja, het zijn mijn longen. Ik denk niet dat het corona is. En die vent die zei, als morgen corona de uitslag is, zijn jouw kansen 0%. Kansloos, zei die. En zo werd ze in coma gebracht. En ik moest afscheid nemen en ja, ik moest toen gaan. Eerder hadden we het al over de gemeente Beuningen, die in 2020 40 jaar is geworden. Er zou ook verder worden gegaan met plannen voor een nieuwe gemeente in onze regio. Nou ja, dat was althans het plan. De gemeente Druten en Wijchen zouden worden samengevoegd onder één bestuur met één burgemeester in één organisatie. Maar dat liep even anders. Michiel van Heijst ging in het gemeentehuis van Druten in gesprek met de burgemeesters van beide gemeenten. In 2019 werd er ook al gesproken over een fusie tussen uw twee gemeenten. Dat is ook de aanleiding om u met z'n tweeën uit te nodigen. In het voorjaar leek het toch op dat steeds in de gemeenteraden leek er steeds meer steun daarvoor te ontstaan. Bent u op zich nog steeds voor zo'n fusie als burgemeester, mevrouw Van Beek? Nou ja, toen ik gevraagd werd als waarnemer in de Wijchen, heb ik ook gelijk gezegd, kijk, de herindeling, dat wordt niet door een burgemeester geregeld. Dat is een politiek besluit. Ja. Waar het wel om gaat, is dat er uiteindelijk wel bestuurlijke argumenten geformuleerd zijn. Hè, het gaat niet voor de korte termijn, het gaat op dit moment prima in Wijchen. We hebben een prima werkorganisatie die ons goed bedient, maar daarnaast is alles goed op orde. Maar het gaat natuurlijk altijd ook om een langere termijn. En we zien
dat er een veelheid van decentralisatie van grote van taken zijn vanuit de Rijksoverheid naar de gemeente. Ja, dus gemeenten krijgen steeds meer taken daarbij. Ja, krijgen steeds meer taken. En nou, ook financieel zie je dat de herverdeling van het gemeentefonds ook anders uitpakt. Plus een werkorganisatie die eigenlijk wel geholpen zou zijn als er een bestuurlijke fusie zou komen. Dus dat het op de agenda is gekomen, ja, dat is niet verkeerd. En ik denk dat die uitgangspunten nog steeds gelden. De nadelen die wel eens geopperd zijn en die er mogelijkerwijs ook wel zijn, dat wordt steeds gezegd, de afstand tussen burger en het bestuur, doordat je opschaalt, doordat je groter wordt. Ja, ik denk zelf, en ik heb ook die ervaring in het noorden, dat het heel goed organiseren is. Ziet u ook vooral voordelen? Ja, ik zie vooral voordelen. En ook voor Druten geldt, het is op dit moment een gezonde gemeente, ook een financieel gezonde gemeente. Maar als je kijkt over 10 jaar, ben je dan nog steeds een gezonde gemeente. Dus moet kun je zo ver vooruit kijken dan? Ja, dat moet je wel, want je zou als bestuurder geen knip voor je neus waard zijn als je niet een aantal jaren vooruit zou kijken. En als je vooruit kijkt naar opschaling, naar samenwerking, dat kost een aantal jaren voor je dat gerealiseerd hebt. Dus je moet niet wachten tot het zover is. Maar wat je nu ziet bij heel veel gemeentes, ook wat grotere gemeentes, is dat heel veel zaken worden ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Als je kijkt naar de vuilophaaldienst, als je kijkt naar de GGD, als je kijkt naar de diensten die milieuvergunningen verstrekt. Het is allemaal regionaal. Ja. Daar heeft de gemeenteraad geen invloed meer op en daar hebben de inwoners ook geen invloed meer op. Als je een wat grotere gemeente hebt, kun je een heleboel dingen zelf in huis halen. Dan hou je ambtenaren die betrokken zijn bij je eigen gemeente, maar dan hou je ook de invloed van de inwoners op zaken. En tegelijkertijd is dat, het zijn bestuurlijke argumenten die het zwaarst wegen bij de voordelen van de fusie. En die zijn ook tegelijkertijd heel lastig uit te leggen. Ja, dat is dus ook gebleken, inderdaad. Ja. Want er kwam een draagvlakpeiling en daar is ook de vraag ingezet, ik weet niet hoe die precies geformuleerd was, maar bent u voor of tegen een fusie? Ja. Ja. En dat had natuurlijk niet gehoeven. Ja. Had het ook niet gemoeten? Die vraag. Maar ik ben het met mijn collega eens. Het zijn vaak bestuurlijke overwegingen, bestuurlijke beslissingen. Ja, maar als je zegt, het zijn vooral bestuurlijke argumenten die voor zo'n herindeling zijn. Die zijn moeilijk uit te leggen misschien. En misschien ook voelen mensen die niet. Mensen denken, het gaat prima hier in Druten en in Wijchen. Wat zou er moeten veranderen? Is dan niet de conclusie dat dat per definitie niet een vraag is die geschikt is voor zo'n enquête? Dat blijft heel moeilijk. Tegelijkertijd is dat wel de verantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder om die argumenten te vertalen naar het belang van de inwoners. Ja. En dat is ons niet gelukt. Maar voelde u aankomen dat op die ene vraag maar zo'n klein aantal mensen zou zeggen, ja, we zijn voor? Ik had misschien wel verwacht dat mensen breder zouden kijken dan alleen naar het hier en nu. Maar het is ook wel belangrijk, denk ik, om daarbij te zeggen, 30% van de inwoners hebben de enquête ingevuld. Ja. 70% niet. Nee. En dan is 30% nog niet eens zo slecht bij dit soort enquêtes. Maar het is natuurlijk precies, wel precies. Maar als dan van die 30% een deel zegt, wij vinden het niet zo'n goed idee. En als je dan kijkt naar de argumenten die genoemd zijn, ook dat is onderdeel van de evaluatie. Ja. Maar een van de argumenten bijvoorbeeld van, wij zijn bang dat onze dorpskernen onvoldoende aandacht krijgen. Wij zijn bang dat we voor ons paspoort straks naar Wijchen moeten. Dan zijn het wel argumenten waar we iets mee kunnen. Hè? Waarvan je zegt, oké, die hadden we weg kunnen nemen. Ja. Die zorg hadden we weg kunnen nemen. Dat kun je dus aan de voorkant uitleggen. En dan, als je dan de vraag stelt van, is er voldoende draagvlak, dan zul je ook zien dat mensen daar ook wat vertrouwder mee zijn. En op basis daarvan misschien ook weer andere gedachten daarover krijgen. Heel veel inwoners hebben ook gezegd, het gaat te snel, niet nu. En hebben ook vraagtekens bij, moet je nu met Wijchen? Waarom kijk je niet breder naar het land van Beuningen, Maas en Waal? Dus het is niet zo dat onze inwoners heel hard roepen, Druten moet zelfstandig blijven. Ja. Dat is niet. Wat wil u de Drutenaren meegeven zo aan het einde van dit lastige jaar? Ja, meegeven. Ik zou ze vooral iets toe willen wensen. En dat is dat ik ze toewens dat wat zij hopen van 2021, dat uitkomt. Wat het ook is. Wat het ook is. Want dat is wat ze zelf hopen. Wat wenst u de Wijchenaren toe? Ik wens ze heel veel goeds toe.
Maar ik wil ook toch wel van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op de Wiegense gemeenschap. Met name ten tijde van de heftige gebeurtenissen die ook geleid hebben tot het overlijden van Sebastiaan ten Loze. Ja. De stille tocht die daarna georganiseerd is, de wijze waarop dat verlopen is, ja, dat is de kracht van Wiegen. En we hebben het vaak gezegd, Wiegen is Wiegen, maar hier is het getoond. En daar ben ik, als ik het mag zeggen, vanuit mijn positie ongelooflijk trots op. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, Wiegen, houd dat vast. Ook het komend jaar. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan. Het najaar staat in veel kernen in onze regio in het teken van de kermis. In sommige plaatsen, zoals Groesbeek, Ooi, Kekerdom en Wiegen, kon de kermis helaas niet doorgaan. In Nijmegen werd besloten om de najaarskermis naar een ander terrein te verplaatsen. Maar er gebeurde meer dit najaar. Zo stond Nijmegen op Groene Vrijdag in het teken van duurzaamheid. En Eddie van Heelen, de wereldberoemde gitarist, overleed aan de gevolgen van kanker. Voordat hij wereldhit scoorde, woonde hij en zijn broer Alex gewoon in Nijmegen. Reden genoeg voor een eerbetoon van de Stevenskerk aan Eddie van Heelen. RN7 was erbij en ook bij een piepkleine alternatieve lestemert in Druten. Dat zie je nu allemaal terug in het overzicht van oktober, november en december. Dit najaar overleed Eddie van Heelen, die een deel van zijn jeugd in Nijmegen doorbracht. Margosia Fiebig, organist van de Sint-Stevenskerk, eerde de bekende gitarist door 3 nummers van hem te spelen. Op zijn 7e verhuisde van Heelen naar California na 5 jaar in Heeseveld. Onder meer het bekende nummer Jump klonk uit de klokkentoren. Kermis en corona. Het bleek dit jaar een slechte combinatie. Terwijl bijna overal de kermis wordt afgelast, kan die van Nijmegen wel doorgaan. Niet in het centrum, maar op het Nijma-terrein. Burgemeester en kermisliefhebber Hubert Bruls nam een kijkje. Hij is blij. Ook voor de kermisexploitanten. Die normaal bij ons in de binnenstad gestaan en die hier wilde komen, heeft ook een plek kunnen vinden. Kijk, niet iedereen is gekomen, wegens andere verplichtingen. Maar dat vind ik dus goed nieuws dat we toch op deze bijzondere industriële terreinen dit mooie evenement kunnen plaatsvinden voor alle Nijmegenaren, maar zeker ook voor de kermisexploitanten. Want die hebben natuurlijk heel zwaar, want die hebben niet zo heel veel kermissen. Ik hoor van in ieder geval van de organisatoren dat ze ondanks het slechte weer van de afgelopen week niet ontevreden zijn. Ze hebben toch een behoorlijk aantal duizend alle mensen gehad. Ik ben hier nou een uurtje en als ik nu om me heen kijk, zie je al dat er meer mensen zijn dan een uurtje geleden. Laat staan als je dat aan de avond hebt of op zaterdagmiddag. 6 november was het Groene Vrijdag in Nijmegen. Een dag met allerlei activiteiten die in het teken stonden van duurzaamheid en dit jaar ook in het teken van delen. Er werd dus soep gekookt met ingrediënten uit de regio en scholen zamelden eten in. Dat alles ging naar de voedselbank. Verder werden er onder meer op verschillende plaatsen planten en bomen geplant, insectenhotels geïnstalleerd en was er een groene stamppot voor de Stichting Straatmensen om uit te delen aan dak- en thuislozen. Een deel van de activiteiten gebeurde online, natuurlijk vanwege corona. Toch nog een lestemert in het klein dit jaar. Tijdens de lestemert in Druten zijn scholen en kinderdagverblijven traditiegetrouw gesloten. Maar kinderdagverblijf Dadoe was juist extra geopend. Eigenaresse Christine Klarenbeek vertelt wat de lestemert voor haar betekent en wat ze nu dus mist. Gewoon over de markt struinen, hè, dat is niet zo eventjes. Dat is gewoon ja, een aantal uren, want je komt allemaal bekenden tegen. En of ze nu in Groningen wonen of in Limburg wonen of uit Maaswaal komen, maar je komt ze allemaal tegen. Dus het is buurten, 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 buurten. De buurtbussen in het Rijk van Nijmegen staan al stil sinds het begin van de coronacrisis, omdat coronaproef vervoer in de kleine bussen niet mogelijk is. De bussen werden aangepast in de verwachting dat ze begin december weer de weg op zouden gaan. Toch rijden ze nog steeds niet. Ja, dit is de reden waarom wij met onze reisbus echt dit niet willen aandoen. Dit is zoveel herrie, dat kun je niet maken. En daar met mensen een langere tijd in te laten vertoeven. Maar misschien is het goed om even te laten horen hoe het eigenlijk zou moeten. Dus André, als jij de motor even uit wilt zetten. Kijk. Zo zou het eigenlijk het liefste hebben dat we de reizigers vervoeren. Dan is het ook aangenaam om te rijden. We hebben het in dit jaar overzicht nog nauwelijks gehad over sport. Ook wat dat betreft was het een bewogen jaar. Ten eerste voor de amateurclubs, die zagen dat een competitie stilgelegd werd. Ook moesten de kantines sluiten, waren ze een tijdje deels open.
maar nu weer helemaal dicht. Ook voor NEC liep het allemaal anders. Waar de tweede helft van seizoen 2019-2020 werd stilgelegd en waar nu al maanden gewoon gespeeld wordt, maar dan zonder publiek. Voor Remco Bizantini was het helemaal een raar jaar. Tot augustus was hij bondscoach van Curaçao, maar moest toen plotseling plaatsmaken voor Guus Hiddink. Maurice de Mant ging met Remco in gesprek. Remco, hoofdtrainer van Juliana. Ja. Ex-bondscoach Curaçao. Oud-speler NEC, voetballiefhebber. Kortom, goed om met jou even 2020 door te nemen qua voetbal, want het was een heel bijzonder jaar. Ja, zeker wat dat betreft. Vol ups en downs, maar ik denk dit jaar meer downs dan ups. Ja, maar laten we eerst maar eens even bij NEC beginnen. Laten we even een beetje terugblikken op het jaar van NEC. Dat is het tweede seizoen, het vorige seizoen. Dat werd natuurlijk abrupt was het afgelopen. Wat vond je toen van NEC? Nou ja, ik vind NEC ten opzichte van vorig jaar nu wel een ploeg in opbouw. Ja, wat je nu dan ziet met een hele jonge ploeg, met wat routiers ertussen, vind ik het verschil wel dat je een hele mooie opbouw ziet dit jaar. En als je ziet waar ze nu staan en waar ze vandaan komen, dan vind ik dat een hele knappe prestatie, zeker in deze tijd. Begin van 2020 kende NEC nog drie trainers. Daar hebben ze nu van afgeschaald. Er is er eentje van overgebleven, Rogier Meijer. Hoe doet hij het? Naar mijn inziens fantastisch. Zoals ik hem ken, vind ik hem ook fantastisch hoe hij bepaalde dingen deelt. Wat hij ook zelf aangeeft. En dan heb je natuurlijk ook een Ronnie de Grote bijlopen. Die natuurlijk alle in- en outs weet van NEC. Maar ik vind hem wel heel energiek en gemotiveerd overkomen. Ook op de trainingen. En ook zoals hij de wedstrijden beleeft. Ja. Dus, en ik denk voor zijn eerste jaar, waar hij nu staat, doet hij het natuurlijk fantastisch. Ja. NEC heeft toch in de zomer wat nieuwe spelers gehaald. Sommigen die ook echt nu al het verschil maken. Ik neem even Jordi Bruin die natuurlijk erbij is gekomen. Ja. Hoe doet hij het? Ja, ook naar behoren vind ik. En het kan altijd beter. En als trainer ben je denk ik nooit tevreden. Maar het is natuurlijk, net als het begin van de situatie, heb je natuurlijk een nieuw elftal. Veel nieuwe spelers die weer aan elkaar moeten wennen. En Jordi, hij keek natuurlijk wel in spullen binnen het elftal. En ik vind wel dat hij zich geweldig ook doorontwikkelt binnen dit geheel. Ja. Ja, publiek in Nijmegen altijd kritisch natuurlijk. Ja, hè? Dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Ook altijd kritisch geweest op de voorhoede. Hè? Nou, ken jij daar één speler wel van, hè? Janga? Want die ken jij uit de tijd van je bondscoachschap van Curaçao. En hoe doet hij het? Nou ja, goed, als spits zijn, dan word je natuurlijk altijd beoordeeld, zeker voor een leek op doelpunten. En natuurlijk zou je in een bepaalde fase kunnen zeggen, zoals je nu zit, einde eerste helft van de competitie, zou je er 9 à 10 in mogen trappen. Ja. Het is een harde werker. En ook zoals hij zich nu binnen het elftal manoeuvreert, ook op de training, je ziet hem altijd werken, altijd sleuren. Maar uiteindelijk word je eigenlijk afgerekend op doelpunten. Maar ik vind Rancho Younger wel een rustpunt. Zeker ook voor NEC, als je onder druk komt te staan, dan kun je met een lange bal spelen. Hij is groot en sterk en daaromheen bewegen. Hebben we de echte Janga nog niet gezien in de Goffert dus? Nee, nog niet. Wat mij betreft niet. Je noemde het net ook al, hadden we het al even over Curaçao. Begin van 2020 was je nog de gevierde bondscoach van Curaçao. Maar dat veranderde in één keer doordat je iets las. Dat moet heel raar zijn gegaan dit jaar voor jou. Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat was zeker heel raar. Kijk, alles wat je niet verwacht, dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, in dit geval was het zo inderdaad op de bewuste 21 augustus van dit jaar. Dat ik via de media te horen kreeg dat ze een andere keuze hadden gemaakt in de trainer in de vorm van Guus Hiddink. Ja. En dat is wel iets wat niemand op Curaçao en ook de spelersgroep en ik niet heb zien aankomen. En dat is natuurlijk wel iets waar zo respectloos is geweest, vind ik, naar alles wat je doet voor Curaçao en wat je gedaan hebt. En zeker, ik ben 14 jaar werken voor de bond. Hè, als bondscoach interim. En in de afgelopen 4 jaar overgenomen van Patrick Kluivert. Nou, in de laatste 4 jaar hebben we natuurlijk fantastisch gedaan. En kijk, voor ons land als Curaçao kan het niet beter. En er is ook geen aanleiding voor geweest en niemand heeft ook aanzien gekomen, ik zelf ook niet. Nou, daarnaast ook nog eens een keer hoofdtrainer van Juliana en Malden. Nou, jullie waren lekker op dreef en dan komt in één keer corona en is het in één keer afgelopen. Ja, het is eigenlijk afgelopen. Ja, het is bizar. Wat doet dat met een trainer? Wat doet het met een ploeg? Ja, als ploeg, als club, als trainer natuurlijk. Ja, je wilt spelen, je wilt voetballen, je bent liefhebber. En
Maar ja, goed, als je dan in één keer niks meer kunt doen, dan is het einde zoek. Maar aan de andere kant, als je dan heel realistisch gaat denken, het is niet alleen voor ons, voor Julian of voor mij als trainer, maar het geldt natuurlijk voor iedereen. Kijk, in betaald voetbal kun je gewoon trainen. Dan heb je gewoon je wedstrijden, weliswaar zonder publiek. Maar bij ons is het zo gegaan natuurlijk dat je van het niet trainen 2 à 3 maanden op een gegeven moment met 2 man mocht trainen en daarna 4 man mocht trainen. En dan op 1,5 meter. Kijk, dat zijn natuurlijk trainingen die leuk zijn voor 2, 3 weken. Maar ja, je hebt geen doel. Je hebt geen vooruitzicht waar je naartoe kunt werken. En dat heb je als club of als je als spelers, als trainer natuurlijk wel nodig. Tribunes zijn hier nog leeg, die blijven voorlopig nog even leeg. Maar NEC 2021, waar gaan ze eindigen? Ik zeg derde. Juliana, die gaat straks natuurlijk weer de competitie hopelijk opstarten. Ja. Waar gaan die eindigen? Nou, wij gaan natuurlijk altijd voor het kampioenschap. Dat vind ik reëel. We hebben een leuk elftal, we hebben een goed elftal. Nou, je zei dat is je 4e seizoen. Ja. Deze tijd is ook mooi een beetje natuurlijk dat je kan nadenken over je toekomst. Ja. Want wat gaat Remco Bizzettini in 2021 doen? Ja, ik ga dadelijk natuurlijk wel keuzes maken. En kijk, het landengebeuren vind ik fantastisch. Wat ik heb mogen meemaken, dat is ook zeker niet het einde van het verhaal. Ik ambieer ook een assistentrol in een bepaald land. Dat zou ik ook hartstikke mooi vinden. En qua clubgebeuren, ja, is Juliana natuurlijk wel een club wat bij mij past. Maar ja, dit zijn natuurlijk nou wel tijden om keuzes te maken. En die ga ik dadelijk ook zeker doen. Dus misschien zien we Remco Bizzettini toch nog wel ergens op het WK verschijnen met een ander land? Zou kunnen. Ja, er zijn wel mogelijkheden, ja. Remco, dankjewel. Heel veel succes in 2021. En met alles. Dankjewel. En met dit gesprek zijn we aan het einde gekomen van 2020 en daarmee ook aan het einde van dit jaaroverzicht. Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen is natuurlijk altijd al onzeker, maar dit jaar geldt dat helemaal. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat een crisis als deze, hoe erg ook, toch ook kan leiden tot nieuwe ideeën en creatieve oplossingen. Dat was hem al. Dat was hem al, ja. Echt waar? Ja. Dan is het nu tijd om echt aan de champagne te gaan. Ja, want dat kan nog. Ik zet nog even lekker bij. Even bij. Heerlijk. Zo, ik zat een beetje rustig aan, want net ging ik er al een beetje overheen. Kijk eens. Ja, alsjeblieft. Lekker. Nou, waar proosten we op? Ik denk dat we moeten proosten op een toch wel mooi en creatief jaar. Absoluut. En nou ja, laten we iedereen thuis gewoon de allerbeste wensen voor 2021 wensen. Namens alle medewerkers van RN7. En ook blijf gezond. Ja, dat doe een klein beetje voorzichtig. Precies. Hey, proost. Proost. Lekker hè, dat het gewoon vanuit huis kan. Heerlijk. Ik wil je ook nog even lekker een... Nou, een klein stukje dan. Lekker. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Budget Home Store XXL.